Het is vrijdag 21 januari 2022, bijna 21:50. De vlag hangt half stok bij Gea van Kraaikamp. Dat is de secretaris-generaal van Defensie. Zij is de bazin van Ollongren. Maar de vlag hangt half stok, gewoon een constatering. Ik blijf vandaag natuurlijk op afstand van twee politici, want ik heb geen zin in weer een week of twee weken cel. Maar ik kijk vanaf afstand mee. Maar eigenlijk ben ik op zoek altijd naar de ambtenaren en die nieuwe ploeg. Volgens mij zijn ze namens een dertigen, inclusief Rutte. Ja, die trein dendert gewoon voort. En ik ben het er niet mee eens dat Rutte 4 is geformeerd. Dus ik hoop dat ze zo snel mogelijk crashen op een legale manier. Maar dat de journalisten hun werk eens gaan doen. Ja, zitten Ali B. En Marco Borsato al in de cel trouwens of niet? Want sommige verdachten verdwijnen wel heel snel in de cel. En anderen niet. Nou ja, de artiesten en de politici niet. Het is vrijdag 21ste. Daar gaat Bart van Poelgeest plaatsvervangend secretaris-generaal. Hij zet geen mondkapje op. Goed zo, Bart. Jij gelooft er ook niet in. Heel goed. Het is 9:50. Gezellige paaltjes worden weer buiten gezet. Voor de pers, voor de mainstream media. Ik mag er niet komen, want achter deze lijn is al. Het is 9:17. De pers druppelt binnen. Ernst Kuiper komt hij aan met zijn mondkapje aan, buiten. Goedemorgen. Hij doet hem nu af. Zijn mondkapje. Zijn woordvoerder heeft nog wel zijn mondkapje op. Opvolger van Hugo de Jonge. Geen medische apartheid. Daar. Mark Rutte.
50 meter afstand blijven. Dat is moeilijk, maar het is helaas nodig. We zitten gewoon tegen een grote risico's van de Er komt een hele groep mensen aan met ze lopen niet hier. Museum valt onder cultuur. Is die beleid? Beleid is discipline. Dat land is de bacteriën opgekapt met z'n allen, maar niet ingericht op zo, meneer Rutte. Je gelooft er ook niet in. Nou, vandaag het allergrootste nieuws is: de pers heeft mondkapjes niet op. Heel goed, pers. Jullie geven er ook geen reet om. We gaan er lekker mee kappen. We zijn er klaar mee. Goed zo. Het is nu 9 uur 35. Dit is het. Voor het Mauritshuis heeft de pers zich verzameld. Ik heb zojuist nog met twee ANP-fotografen gesproken die mij hadden gefotografeerd tijdens mijn arrestatie op 6 januari 2022. Zij kennen mij ook en
Zij wisten toen dat de jongen op het hoekje van Sociëteit de Witte stond te wachten. Dat kreeg ik nou net van hun te horen. Ja, hier zie je daar links, die is er aan het drentelen. Bart Maat, fotograaf, ANP. Hier zie je Ewout Kiewiet van de NOS iemand interviewen. Wie dat is, weet ik niet. Ik ken die ploeg nog niet. Ik sta op een veilige afstand. Heel ver. Dit voor de Katwijkse NCTV'ers. Die druk met een meetlint aan het bezig zijn. Ik weet niet wie het is, maar ze komt op de Nijks moet. Ik heb mezelf gewerkt. Nee, maar als het dan zo goed moet gedaan, dan is het een daar staat Robbie Jette, lid van de Trilateral Commission. Net als ooit Jeffrey Epstein. Jessicus, die is de opvolger, maar Anna-Sophie, die blijft gewoon zitten, woordvoerder, kennisdrager van alle staatsgeheimen. Ja, Rutte heeft 29 man, plus Rutte is 30 man in kabinet. Moet me eigenlijk nog een beetje gaan inlezen wie wat is. Hé, hey, daar komt Rob Jetten, minister van Klimaat. Minister van Economische Zaken en Klimaat. Trilateral Commission. Is D66. Is tegen de bevolking. Dus zo gaat dat. Belgen komen er ook aan. Goof wordt gesommeerd om weg te gaan. Daar is Henk Stachouwer, koekenbakker van de LNV. Ik weet niet hoe hij zijn mondkapje om moet doen.
Den Haag vandaag. De man zijn bril beslaat. Hoi, hoi. Dag. De man liep verkeerd. Er staan hier twee mensen met mondkapjes op. Tijdens 10 uur buiten. Maar ja, de pers heeft gelukkig geen mondkapje. Daar gaat de minister Harbers, maar die loopt verkeerd, want hij kan zo niet naar de ministerraad, want het is afgesloten. Harbers moest aftreden als staatssecretaris wegens foutieve gegevens. Staatssecretaris van Justitie was hij, 2019 moest hij aftreden en nu is hij minister. Dat kan, hè? Dat kan alleen maar in Nederland. Bewezen incompetent, maar dat is juist een brevet, dan mag je gewoon lekker minister worden. Oh, die heb ik gemist. Daar gaat die Dijkgraaf. Dat is de minister van VWS. De opvolger van Hugo de Jonge. Begeleid door een woordvoerder. En dan staat hier de pers. De vaderlandse slapende pers. Het gaai is op te wachten. Rutger staat daar. Oh, nee. Of is hij dat niet? Het Kasticum is ook aanwezig. Vanaf een afstand bekeken Den Haag vandaag. Juggelen. Met een mondkapje op buiten. Heel bang is ze. Geen mondkapje. Daar komt de tweede. Vicepremier Bob Rutte, CDA, uit Maastricht. Wilt u kunnen naar voren? Ja.
de minister van Rechtsbescherming. Dit is de opvolger van Sander Dekker. Ik heb hem al een tijdje geleden aangesproken bij Sociëteit de Witte en die komt nu lopen vanaf het departement. Met chauffeur en woordvoerder. Is alles goed? Kijk, hij gaat nu zijn mondkapje opdoen. Dat is ook best wel apart, toch? Hij doet zijn mondkapje op bij Sociëteit de Witte. Voor de fotomoment. En dat moet ik dan net weer zien. Nou, woordvoerder ook een mondkapje op. Lekker in de buitenlucht. Bedankt voor het even naar mij kijken. Je staat erop. En dan staat daar de pers te filmen. Een minister van Rechtsbescherming met een mondkapje in de buitenlucht. En ik had ook nog in een gossipkrantje zitten lezen over iets over de Frank Weerwind. Ze schrijft zijn naam, of hij schrijft zijn naam in een C, maar in de almanak van Minerva staat er gewoon met een K. Hij is lid van Minerva geworden in 1987. Frank Weerwind, eerst burgemeester en nu minister van Rechtsbescherming. En zijn maatje is Dylan Jesselgus. Weerwind. Minister van Staats. Hij stelt de rechters aan. Opvolger van Sander Dekker. Hij geeft een hoop vragen voor deze man. Gaat ze natuurlijk nooit beantwoorden, maar hij is wel de man. Minister. Het is eigenlijk natuurlijk zijn basis, Dick Schoof. Derde vicepremier. Trouwens Schouten. World Economic Forum. ChristenUnie. Daar komt de goede jongen. Dag, jongen. Dag. Goedemorgen. Ik hoorde je zeggen dat we ook die open alles wilt vergeven. Dus ja, dan moeten we de eerste aflevering van de hoogbaar. Kijk, dank voor die mogelijkheid. Het gaat over het kadaster. En het afschermen van. Het gaat over het kadaster. Het is Wim Kuiken. Wim Kuiken is commissaris van de Nederlandse Bank. Wim Kuiken is ook voorzitter van de kiesraad. Wim Kuiken is de grote man van het kadaster. Hugo de Jonge zit nu op volkshuisvesting. Er moeten meer huizen gebouwd worden. Het is Three State City wat hij gaat bouwen. Het is een programma van VNO-NCW. Er moeten meer huizen gebouwd worden. Want de Nederlandse bevolking plant zich niet voort. Dus ja, waarom moeten we huizen bouwen?
bedoel, het is dat gedrag natuurlijk. Wat zou het zijn? Overigens, de drempel dus. Hugo de Jonge is World Economic Forum. Van de winstlieden worden kadastralen beschermd. Ja, maar van andere personen die daartoe een aanvraag indienen, kan dat ook. Hij is geen vicepremier meer nu. Zou dat een legitimatie zijn voor hem, dus als een adres ergens vindbaar is? Nee, maar wacht even, dat is aardig, maar dat gaat niet om. Hetzelfde als dat je zegt, ik heb niks met privacy, ik heb niks te verbergen. Daar gaat het niet om. Het gaat om het principe dat het gewoon zomaar onvraagbaar is. Oké, even mijn eigen adres. Mijn eigen adres is niet gevraagd via het kadaster. Mijn eigen adres is duizend keer gedeeld op WhatsApp-groepen, op internet. Ja. Leiden tot bedreiging, tot intimidatie. Deze man die gaat nu in de rol zitten van ik word bedreigd. Maar ja, hij bedreigt de Nederlandse bevolking. Dat is wat hij daadwerkelijk doet. Het is heel goed dat er een register bestaat. Slachtofferrol heet dat. Eigendom is vastgelegd. Ja, basis waarvan je zaak laat overleggen. Dat het voor een aantal personen inderdaad moet kunnen worden afgeschermd. En dat gebeurt ook. Maar voor je doet als ik dat gewoon wil. Ik hoef niet even een euro te geven. Maar dan zou je dus omwille van de reden hè, dat een aantal onverlaten misbruik maakt van gegevens, zou je dus voor iedereen alle gegevens afschermen. Dat is ook een hele rare omdraaiing eigenlijk. Nou, maar als je een e-mail uit het verband hebt, mag dat niet genoemd worden omdat het zijn privacy is. En maar daar heb ik wel op te vragen. Dat is toch de wereld op zijn kop. Ik vind het echt de wereld op zijn kop als je het echte vraagstuk wat we hebben, namelijk dat een aantal onverlaten gewoon ervoor kiest om anderen op basis van openbare gegevens te bedreigen. Maar dat is nou eenmaal zo. En ik begrijp, ik ben het niet eens dat we dat moeten willen, maar dat is het. Nou dan, maar laten we het daarover hebben. Ja, nee, maar het is de tijd. Is meer om zijn, dat hou je ook niet tegen. Dat is de woordvoerder van Daster houdt het dus ook bij de Gorion. Bij het kadaster zijn de gegevens dus afgeschermd. Het is gewoon al kan even voorzien. Bij het kadaster zijn gegevens afgeschermd. Gegevens van de bewindspersoon worden standaard afgeschermd. Het kadaster bemoeit zich ook met het veilen van het huis van huis. Je kunt alleen afgeschermd worden als je echt bedreigd wordt. Of dat je echt iemand aan de deur hebt gehad. En mijn verzoek is, en mijn logische gedachte is, Wim Kuiken is de grote man van het kadaster. Ik geef eerst maar een goede reden waarom mijn adres zou moeten hebben. Wim Kuiken is oud-secretaris-generaal van de Algemene Zaken. Dat vind ik eigenlijk nog veel belangrijker. Ik vind het echt wel goed. De lijn moet gewoon zijn dat natuurlijk niemands gegevens zomaar mogen worden gebruikt voor intimidatie of bedreiging. Dat snap ik, dat is toch naïef? De collega van Justitie is op dit moment bezig met een wetsvoorstel voor te bereiden tegen de doxing. Ja. Dat is precies wat hierop gericht is. Er gaat een wetsvoorstel gemaakt worden. Benutten van adresgegevens om anderen te intimideren, dat moet worden aangepakt. Dat moet worden strafbaar. Ook eens, maar waarom is het zo moeilijk? De Tweede Kamer heeft vorig jaar een motie aangenomen om dit wel zo te doen. De autoriteit persoonsgegevens zegt van onze camera, waarom doen we dat niet in Den Haag? Waarom is dit niet gewoon eigenlijk in de wet? Nee, volgens mij niet. Maar de gegevens kunnen worden afgeschermd. Maar het punt is, je moet de mensen aanpakken die misbruik maken. Aanpakken. Je moet ze nog harder aanpakken, zegt hij eigenlijk. Heel hard aanpakken. Maar dat is toch niet de kern van het probleem? Ja, we moeten eigenlijk het aanpakken bij waar het fout gaat. En niet bij de kern. We moeten bij de kern aanpakken. Ja, de kern is mensen die misbruik maken van gegevens. De kern is, je moet ze aanpakken. Alleen maar aanpakken. Heel hard moet je ze aanpakken. Dat is de kern. Beschermen van gegevens kan al. Dat zegt Hugo de Jonge. Twee is, de kern is een leugenaar. Dat er mensen gebruik maken van gegevens en daar mee intimideren. Of hij maakt heel Nederland kapot. Op een andere manier misbruik maken van andermans. Zojuist loopt Sigrid Kaag naar binnen. Sigrid Kaag is eerste vicepremier. World Economic Forum. Hij loopt nu net door de draaideur. Ik was even gefocust op Hugo de Jonge.
sorry daarvoor. D66 is. Afgeschermd worden. Rutger, die gaat, standaard is dat wat gebeurt. En als voor anderen die afscherming nodig is, dan kan dat worden geregeld. Dat gebeurt. Maar even naar kijken. Ik vind het goed, joh. Ik ga er maar even naar kijken. Allemaal cadeautjes, zegt ze. Nou, zo gaat het. Nederland, vandaag. De ministerraad is, de mensen zijn binnen, het is 10:20 en achter het hek, daar zie je Robin Utrecht en Van Katwijk. Van Katwijk toch? Ja. Ja. En heb je ze net even gefilmd? Dat zijn twee ANP-fotografen en nou, dat is een goede job. Ik heb er wel eens kritiek op omdat ik denk van ja, hun moeten vaak hetzelfde object fotograferen en dat is Mark Rutte. Zou ik doodziek van worden als ik elke dag Mark Rutte zou moeten fotograferen. Dat is wel echt een klote baan, lijkt mij hoor. Maar hun kwamen net een uurtje geleden uit de parkeergarage. En toen liepen ze naar mij toe van... zij hebben mij... kijk hè, Van Katwijk die heeft mij gefotografeerd samen met Bart Maat. En toen werd ik hier weer, voor de zoveelste keer. Nou, ik werd gearresteerd. Toen er dus ongeveer 10 agenten bij Willem de Zwijger... Hoe heet dat ook weer? Oh ja, dat is het volkslied. Maar dit terzijde, die rare tekst ook allemaal. Ben ik van Duits en Spanje, whatever. Maar, wees eens een keer rustig. Ik ga mediatraining volgen. Nou, denk ik niet. Wat wil ik ook weer zeggen? Robin en Van Katwijk, die gingen vragen. Van Katwijk heeft mij gefotografeerd. Maar op het moment, even ter verduidelijking. Toen ik op 6 januari werd gearresteerd hier. Door 10 politieagenten. Toen riep ik naar Bart Maat, een van de favoriete fotografen van Rutte. Riep ik, Bart, neem een foto. Want ik ben ook wel eens gearresteerd op Binhof. Met de hele pers eromheen. Maar iedereen draaide zich toen om. Dus ik wilde nou een keer een fotomomentje. Dus ik eigenlijk denk je van, ja, deed je het erom? Ik deed het er niet om. Maar ik gaf wel een seintje. Ik geef het eerlijk toe. Ik heb een seintje gegeven aan de ANP van, maak even een foto. Maar toen kwamen er vier aanrennen en Van Katwijk die brak bijna zijn enkel hier, want die verzwikte hier bijna zijn jatten bij de stoep hier ook. Maar dit terzijde, dit verhaal had ik ook in 5 seconden kunnen uitleggen, maar ik ben meestal heel lang pratig. Bent u daar nog? Ja. En de vlag hangt nog steeds half stok. Ik weet niet of dat voor Srebrenica is. En toen hebben ze ook de soldaten in de steek gelaten trouwens. Ja, recent kwam ik op het museumplein iemand tegen van Dutchpad. Ja, dat is een heel indrukwekkend verhaal. Dat moet nooit vergeten worden. Maar die soldaten zijn toen heel erg in de steek gelaten. En ook dat, de waarheid is natuurlijk... hoe zat het ook weer met dat fotorolletje en zo? En met de rol van Voorhoeven. Voorhoeven zat trouwens in de Trilateral Commission toch, Pieter? Ja, klopt. Ja, net als Jeffrey Epstein. De cameraploeg van Rutger. En Rutger zelf, Rutger Kastikum. Het torentje. En Rutger had het vandaag over het kadaster, heb ik begrepen. Het kadaster waar Wim Kuiken ook de baas van is. En Wim Kuiken, ja, het kadaster heeft ook te maken met mijn zaak. Want mijn huis gaat geveild worden. En daar heeft het kadaster alles mee te maken. Het is vrijdag 21 januari 2022. Ik sta hier naast, dit pand is naast de Diligentia Theater. En waarom sta ik hier? Dat vraag ik mezelf ook af. Ik leg het even aan jullie uit. Dit is het gebouw waar de inspectie Justitie en Veiligheid is gevestigd, zeggen ze. Maar dat is niet zo, nog niet zo. Maar de inspectie JNV, die hebben gefraudeerd met een rapport over het Scheveningse gevangenisziekenhuis. En ik werd ontslagen, eervol, half december 2019. En toen waren zij nog niet klaar, in het hoofdkantoor, Turfmarkt. Ze waren nog niet klaar met hun inspectierapport. Dus ik was de start, de melding begon bij mij. De inspectie heeft 8 maanden
onderzoek gedaan. En toen in januari 2020 kwamen ze met het onderzoek kwam naar buiten. Maar toen was ik al ontslagen, terwijl ik de melder was. En ik had ook nog ik werd ondersteund door 3 collega's. Maar al onze meldingen zijn niet in het rapport terechtgekomen. En Hans Faber, de hoofdinspecteur-directeur, die heeft echt gefraudeerd. En eigenlijk dient hij gearresteerd te worden. Ik ben inmiddels 2 keer gearresteerd, maar Hans Faber hoort gearresteerd te worden. Maar ja, ambtenaren zijn onschendbaar vanwege het Pikmeer-arrest. Het Pikmeer-arrest uit 1995-96 dient te worden vernietigd. Want dat Pikmeer-arrest houdt in dat ambtenaren onschendbaar zijn. En dat hoort niet. Als zij ambtsmisdrijven hebben begaan, dienen zij daarvoor bestraft te worden. Waarom sta ik hier? Omdat in februari 2020 en in maart 2020 was ik aanwezig in de Tweede Kamer bij de debatten met Grapperhaus en Dekker. Dat ging over sturing op rapporten van de inspectie JNV. En ik weet daar alles van, want ik ben ook de klokkenluider. Ik weet exact wanneer die mensen hebben gelogen. En Grapperhaus en Dekker hebben toen gelogen. En toen kwam er in de krant te staan van ze waren het erover eens dat de inspectie moest verhuizen. Want de inspectie van Henk Corvinus, inspecteur-generaal Henk Corvinus, zijn voorganger was Gert-Jan Bos, heb ik ook mee te maken gehad. De inspectie zit op de 35e etage van het hoofdkantoor, op de Turfmarkt. En in mijn geval moest de inspectie de onderburen op de 34e etage gaan onderzoeken. Gerard Bakker, ook gefraudeerd. En die hebben het gevangenispersoneel altijd in de steek gelaten, tot op de dag van vandaag. Maar Gerard Bakker en Bos, die zaten zelf, zo moet je het zien. 34e etage zit het gevangeniswezen, 35e etage de inspectie. En op de 36e etage gaan ze soep eten, want daar zit de kantine. Dus dat is helemaal niet onafhankelijk. Toen heeft de Tweede Kamer besloten, we gaan de inspectie verhuizen. Want dan zal er nooit meer sprake zijn van sturing. En toen hebben ze de inspectie hier geplaatst. 2 jaar geleden zou dat in gang zijn gezet, maar ze zitten er nog niet. Kijk eens even naar binnen, Piet, hier ook. Het wordt nog verbouwd. Er zit helemaal geen hond. Hier ook, kijk eens wat een gezellig kantoor. Gerrit, ben je daar? Nou, er zit geen kip, geen hond. En nou, dit wordt de kamer van Merkes, Vrouwkje van der Loon en Marieke van der Zwan. Onder andere deze 3 inspecteurs, FOP, nep-inspecteurs, hebben zich over mijn zaak gebogen. Ik ben op 31 mei 2019 heb ik met 3 inspecteurs aan tafel gezeten. En ik was in bijzijn van 2 collega's. En een derde collega had geen zin om mee te gaan, want die zegt van ik vertrouw die hele bende niet meer, want ze doen helemaal niks voor ons. Die persoon had groot gelijk. En de bijzonder vertrouwenspersoon van justitie, die nog steeds met de secretaris-generaal aan tafel zit, die was op dat moment ook bij mij, op 31 mei 2019. Het komt erop neer, er is sprake van de slager die zijn eigen rottende vlees keurt en ze hebben alles in de doofpot gestopt. En dat heeft Rutte geweten, Dekker, Grapperhaus en de hele toplaag van justitie is daarbij betrokken. En ook de huidige baas van ABD Topconsult, de belangrijkste ambtenaar van Nederland, Sybe Rietstra, zit in mijn doofpotdossier. En die mag alle mensen benoemen in het COVID-19 dossier. Dat is best wel apart, toch? Hij is ook betrokken bij de benoeming van Siska Scheidel. En zij werd in december 2020 benoemd tot directeur vaccinatiebeleid COVID-19. En Siska Scheidel wilde in mid jaren 90, 97, zij was voorzitter van de JOVD. Dat zit daar aan de overkant trouwens, dat gebouw. Daar ook, zie je het daar? Ik wil even nog even afronden. Siska Scheidel wilde als voorzitter van de JOVD seks met dieren legaliseren. En die werd later dus, in december 2020, aangesteld als COVID-19 madame vaccinatiebeleid. Maar als jij zulke zieke ideeën hebt om seks met dieren te legaliseren, is dat na 20 jaar verdwenen? Wat denkt u zelf, 20, 25 jaar? Ik denk het niet. Toen ik hier aandacht aan ging besteden op Twitter, noemde ik steeds haar naam. En dan zeg ik van, kijk, seks met dieren, seks met dieren. Hoe zit dat?
heel snel nadat ik over haar had getwitterd, werd Siska verdween ze. Ze was opeens geen directeur meer, COVID-19 vaccinatiebeleid. Dat is ook apart, toch? Ja. Maar ik wil alleen maar zeggen, dit is een heel lang verhaal. De inspectie zit nog steeds niet hier in dit gebouw. En ze zitten op de 35e etage van de Turfmarkt. Niet één rapport is te vertrouwen van dit instituut. Want ze frauderen ze hebben het personeel van het gevangenisziekenhuis in de steek gelaten. Maar ook het hele gevangeniswezen. En je moet ze niet geloven. Inspecteur-generaal Henk Corvinus heeft de boel bedrogen. En hij zat zelf voorheen ook op het MH17 dossier. Ja Henk, ik moet het toch steeds zeggen en herhalen. Ik ben niet de bandiet, dat hebben jullie er wel van gemaakt, maar jullie zijn de boeven. En ik zeg nu, vandaag, het Pikmeer-arrest dient vernietigd te worden. Want dan kunnen alle ambtenaren vervolgd worden die zich schuldig hebben gemaakt aan het belazeren van het Nederlandse volk. En dat ze zich, als je ambtsmisdrijven hebben gedaan, dan moet je gestraft worden. En die mensen dienen te worden opgepakt, de ambtenaren. Ja, maar ze hebben het systeem zo gemaakt dat ze onschendbaar zijn. En daar moet een einde aan komen, zo snel mogelijk.